Jolande laat zich de laatste tijd kwetsbaarder uit dan ooit. In gesprek met Bridget Maasland voor RTL Boulevard vertelt de actrice over de enorm zware tijd na haar scheiding van Wesley Snijder. Tekst gaat verder onder advertentie: verandering is eng, voor ons allemaal, vertelt Jolante. Bijna 2 jaar geleden zette zij een punt achter het huwelijk van haar en Wesley. Na de scheiding vertrok ze met hun zoontje Xava naar Los Angeles. Weggezakt deze heftige verandering ging Jolante niet in de koude kleren zitten. Wij mensen houden niet heel erg van verandering, dus je veilige haventje is dan je gezin, partner, waar je woont, waar je werkt, je regelmaat, dat is eigenlijk je houvast. Als dat in één keer verandert zonder dat je het aanziet komen of er gebeurt iets heel heftigs, heb je het gevoel alsof de grond onder je wegzakt. Dat had ik. Jolante onthult de verandering in eerste instantie niet te willen. Ik ging er tegen vechten, legt ze uit, je wil vasthouden aan iets wat er niet meer is. Dat is heel moeilijk, dat loslaten. En accepteren dat die verandering er is, is een heel moeilijk proces. Maar als je daar eenmaal komt, gaan er ook nieuwe deuren open natuurlijk. In die verandering moet je dat zien te vinden en dat is heel lastig. Verbinding inmiddels heeft Jolante zichzelf weer gevonden via onder meer meditatie. Je verbindt met je hogere zelf, verklaart ze. Eerst dacht ik altijd, allemaal zweverig en zo. Maar het is, echt waar, ik heb het zelf ervaren. Met haar zoontje gaat het ook heel goed, hij is zo leuk. Het blijft elke dag leuker worden. Hij is zo gek als een deur, op een positieve manier. Hij maakt me elke dag aan het lachen, aldus Jolante. Let's blokkades.